Peren Belle Hélène is echt een klassiek nagerecht en de combinatie tussen de warme chocoladesaus en de koude peer is echt heerlijk. Om te maken begin je eerst met het schillen van de peer en dan wrijf je de peer in met citroensap. Dan doe je water in de pan, daar gaat suiker bij en vanillesuiker. Dit roer je goed los en dat breng je aan de kook. Dan leg je de peren erin. En dan laat je ze zachtjes 20 minuten koken totdat de peren wat glazig zijn. En dan haal je ze eruit, laat je 2 à 3 uur afkoelen. Doe je slagroom en chocolade in de pan. Breng je tot tegen de kook aan. Dan roer je er goed los totdat de chocolade is opgelost. Dan heb je een prachtige chocoladesaus. Vlak voor het serveren kook je de siroop waar de peren in hebben gekookt nog wat in. Dat doe je op het bord. Er gaat vanilleijs op, de peer en de chocoladesaus. Eventueel kun je daar dus ook geroost amandelschaafsel omheen doen. Maak het nog af met wat siroop. Dan heb je een klassiek, prachtig nagerecht. Eet smakelijk!